Ja, Jurie Vastmans, afgelopen vrijdag speelde jij je eerste speelminuten na die vreselijke blessure. Vertel eens, hoe is het verlopen vrijdag? Ja, het was heel goed verlopen eigenlijk. In de eerste plaats heb ik kunnen spelen zonder hinder aan mijn been. En het ritme pikte ik vrij snel op. En ik was zeer tevreden over het verloop van de wedstrijd. Je hebt een zware revalidatie achter de rug. Hoe is die verlopen eigenlijk, die revalidatie? Dat is 6 maanden hard werken geweest. In de eerste plaats op fysiek gebied natuurlijk. Want je moet je been natuurlijk helemaal laten recupereren van die zware aanslag. En in de tweede plaats mentaal is het ook wel een moeilijke periode geweest. Maar het einde van de tunnel is in zicht. En hoe staat dat met de conditie? De conditie, echt puur fysiek, ben ik op 90% van mijn kunnen. Natuurlijk, wedstrijdritme en zo, dat krijg je met wedstrijden te spelen. En dat hoop ik bij de belofte te kunnen opdoen. Je hebt ongeveer een uur gespeeld afgelopen vrijdag. Verwacht jij nu de komende weken toch een volledige wedstrijd te kunnen spelen? Ja, ik denk dat de komende weken stelselmatig zal opgebouwd worden. En ik hoop dat het beter en beter zal gaan. En eventueel nog een steentje bij te kunnen dragen aan het succes van de ploeg. Ja, want de competitie duurt nog 6 wedstrijden. Misschien komt er een eindronde bij. Hoop jij nog van te kunnen spelen hier in het stadion? Ja, ik hoop in ieder geval mij nog eens aan de supporters te kunnen laten zien. En het zou het mooiste zijn moesten we kampioen kunnen spelen zonder eindronde. Ik denk dat iedereen daarvan droomt. En dat zou het meest fantastische scenario zijn. Maar moest er een eindronde zijn, dan zal ik klaar zijn. En zal ik mijn best doen om terug mee in de kijker te kunnen spelen. Oké, we zijn blij en we kijken er naar uit naar je terugkomst hier in het A11-tal van Oud-Heverlee Leuven. Bedankt, Jurie Vastmans. Met een assist en een doelpunt ben jij zeer tevreden waarschijnlijk? Ja, ik ben zeker tevreden, maar niet alleen voor mijzelf. Dat is ook zeker voor de ploeg. Je pakt nog opnieuw 3 punten en opnieuw een overwinning thuis. Dus onze reputatie blijft altijd staan. En dat is de bedoeling, denk ik, op dit moment. Vertel eens jouw doelpunt. Ja, ik denk, ik doe het in actie met 20, 30 meter een bal aan de voet. En ik zie de keeper een beetje voor zijn doel. Ik probeer de stift doen en de bal gaat gewoon binnen. Dat is een mooie doelpunt, maar 3 punten blijft de belangrijk, denk ik. Ja, want met die 3 punten staan jullie samen met Lommel United nu aan de kop van het klassement. Ja, maar ik denk dat is niet de eerste keer dat Leuven komt in de top van het klassement. Dus op dit moment dat is niet onze bedoeling. Je pakt gewoon 13 punten op Waasland-Beveren, de vierde. Dus je bent sowieso bijna zeker om de derde tussen de eerste 3 zijn. Dus dat was ons objectief, de eerste 5. Nu is de eerste 3, dus onze bedoeling komt altijd goed op dit moment. Buiten die eerste 20 minuten in de tweede helft hebben jullie eigenlijk geen problemen gehad met Turnhout, die toch niet zo sterk voor de dag kwamen. Nee, maar ik denk, iedereen weet dat als jullie komen hier spelen, is het altijd moeilijk. De ploeg is altijd goed staan met een goede karakter, veel offensieve speler en de vertrouwen staat ook in onze kant. Dus op dit moment, als je komt hier, is het altijd moeilijk, denk ik. Nog 6 wedstrijden te gaan in de competitie hier. Er is nog alles mogelijk eigenlijk. Ja, maar ik denk, dat is 1 maand geleden. Jullie pakken gewoon 7 punten. Lommel staat 7 punten voor, nu staat het gelijk. Dus dat gaat sowieso snel in de competitie, dus jullie kunnen nog niet gepraat. Je pakt gewoon wedstrijd per wedstrijd en sowieso zien. Mag ik jou nog bedanken en proficiat wensen voor het mooie doelpunt dat je ons gegeven hebt. Bedankt, Jordan Remakle. Ja, Ronnie van Geneugden, na de 4-0 winst hier in Den Dreef tegen KV Turnhout. Tevreden waarschijnlijk? Ja, absoluut. Ik denk tegen een ploeg die zich in de winterstop versterkt heeft met toch wel een enkele basisspelers van de kampioenenploeg van vorig jaar in Tweede Nationale. En wetende dat zij de laatste 9 of 10 wedstrijden ongeslagen zijn geweest. Dus dan moet je dus zeggen dat alle ingrediënten aanwezig waren om misschien voor een verrassing op dit moment te kunnen spreken. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, waren we toch wel een beetje bevreesd voor het bezoek van Turnhout. En is het alleen maar chapeau aan zowel spelers als supporters dat ze hier toch wel met een 4-0 Turnhout huiswaarts sturen. Buiten de eerste 15 minuten van de tweede helft zijn jullie eigenlijk nooit in de problemen geraakt. Nee,
klopt. Daar is ook dan de enige kans ontstaan voor Turnhout. En dan is het alleen chapeau voor deze groep dat zij toch gedurende 92 minuten eigenlijk het hoofd heel koel gehouden hebben, goed geconcentreerd, heel veel maturiteit getoond hebben en toch weer voor de tweede maal op rij de nul gehouden hebben. En dat is dan toch wel een positief gevoel. De score in de eerste helft had nog kunnen oplopen? Absoluut, had kunnen oplopen. Had de wedstrijd ook beslist moeten zijn. Zolang het 2-0 blijft, blijf je toch een beetje met een wrang gevoel zitten van oei, zelfs valt hier per ongeluk een doelpunt uit de lucht en dan wordt het nog bibberen misschien. En daarom content dat ook die 3 en die 4-0 gevallen zijn. Ook de schoonheid van uitvoering was ook bepalend en mooi. En dat geeft alleszins een goed gevoel. Maar 4-0 is al een mooie uitslag. Volgende week zaterdag, verplaatsing naar Roeselaar. Dat wordt alweer een cupmatch, ondanks dat ze toch in de kelder van de rangschikking staan. Juist daarom. Je zegt het heel duidelijk. Roeselaar moet ook spelen voor het behoud. En die zullen ook een kop ervoor leggen om de punten thuis te houden. Dus wat dat betreft is het inderdaad, zoals ik ook juist tegen de schrijvende pers gezegd heb, is het inderdaad nu belangrijk dat wij die 6 finales die we nog hebben, dat we die ook het gevoel hebben dat we 6 maal er echt een cupfinal, een thuiswedstrijd van maken. En daarom hoop ik alleszins, excuseer, dat zowel dat ieder jaar bij een Beker van België finale bij de ene en de andere ploeg een massale volksverhuis is naar Brussel, naar het Koning Boudewijn Stadion. Waarom zouden we niet vanuit de regio Leuven en omstreken met een volksverhuis nog 3 keren gaan toepassen richting Roeselaren, dan daarop richting Antwerp, Waasland, Beveren. Dus wat dat betreft, onze thuiswedstrijden zien we toeschouwers massaal toenemen. Dus ik hoop alleszins dat iedereen op het einde van het seizoen zou kunnen zeggen van we hebben er alles aan gedaan en dan zullen we wel zien waar het schip strandt. Ja, want aan de leiding samen met Lommel United, alleen aan de kop in de derde periode. Ik weet dat je pas na vijf laatste wedstrijden van de competitie misschien het achterste van je tong laat zien. Blijf je daarbij nog altijd? Ja, absoluut. Hè. We doen vandaag een fantastische zaak met betrekking tot de top 3 plaatsen. Hè. Je zet nu Waasland-Bever op 13 punten en je hebt 6 wedstrijden meer gewonnen. Dus als je in augustus in 2010 zou zeggen, OHL eindigt in het seizoen 2010-2011 binnen de top 3, ja, dan zou je dadelijk voor tekenen. En dat zijn we nu aan het realiseren. Mathematisch is het nog niet zeker, maar ja, 13 punten ophalen op 18. Ja, dat moet er toch al veel gebeuren. En chapeau voor de groep, chapeau voor de club, chapeau voor de supporters dat we dat hebben kunnen realiseren. En wat het meer zal worden, ja, dat is, hoop ik u volgende week na de wedstrijd tegen Roeselare te beantwoorden. Maar ik ben toch wel iemand die ook naar de groep toe duidelijk stelt. En dat is ook de sterkte van deze groep. Normaal blijven doen, gewoon blijven doen. En dan zullen we wel zien. Volgende week naar Roeselare. Niet verder kijken dan Roeselare. Gewoon rustig blijven. We weten ook dat op 1 mei daar een belangrijke wedstrijd op het programma staat. Maar wat ben je ermee als je punten laat liggen in de volgende weken? Daar moet je nu niet aan denken. Het belangrijkste is Roeselare. En zorgen dat we daar punten mee naar OHL brengen. En dan denk ik dat wij weer een stap verder zijn. Met misschien toch wel een enorm succesvol seizoen. We noteren dat, Ronnie. We gaan dus nog niet zweven. Maar we maken een afspraak volgende week zaterdag in Roeselare. Dankjewel, absoluut. Ronnie van Geneugden. Dank u.